Ik vind dat Peggy Wijntuin zeker plaats moet nemen in de Tweede Kamer. Ze heeft zich hier in Rotterdam meer dan 10 jaar bewezen dat ze het kan. Dat ze tussen het gewone volk beweegt. Dat ze weet wat er speelt in de samenleving tussen de diverse gemeenschappen, culturen, de diversiteit binnen Nederland. En ze zoekt altijd oplossingen. Ze is ook te vinden bij de ouderen, bij de jongeren. Peggy beweegt echt. En Peggy weet dus wat er afspeelt. Als Peggy niet met politieke oplossingen kan komen, is zij iemand die toch binnen netwerken altijd een oplossing weet te vinden. En daarom willen we Peggy Wijntuin terugzien in de Tweede Kamer. Omdat zij een vrouw is die weet wat er speelt.